Dit zijn mijn favoriete takken. Ik vind het heerlijk om ermee te werken. En ik zal je laten zien hoe je van dit zo'n mooie boom maakt. Vaak zie je in de winkel van dit soort takken liggen en weten heel vaak mensen niet wat ze ermee moeten doen. Nou, je zag het al, ik vind het heerlijk om die takken te gebruiken in pop-plantcombinaties. Dat geeft een natuurlijke touch. Maar je kan hem ook op zo'n pin zetten, zoals deze. Dan kan je hem gewoon in de woonkamer eigenlijk neerzetten als een stuk, ja, een ornament. Heel veel mensen vinden hem zo wel mooi, maar vind je dit nog een beetje te kaal, dan kan je hem ook nog gaan aankleden. En dat zal ik je laten zien. Dat doen we op een eenvoudige manier. Ik gebruik er natuurlijk weer die foambloemen bij. Ik ga eerst eens even kijken naar de hoogte. Is dit de goede hoogte? Ja. En dan moet ik hem vast gaan zetten. Nou, ik vind het altijd prettig om met wikkeldraad te doen. Dus ik zet hem op deze manier even vast. Twee plaatsen even goed vastzetten. Ja, die zit stevig. En dan komt het allerbelangrijkste, het uitvouwen van je bloem. Je gaat kijken wat wordt nou de voorkant. Ik vind deze kant het mooiste. En dan ga ik dus die takken ga ik heel lang voorzichtig uitvouwen. Dus ik ga eens kijken om langs die tak mee te laten groeien. Zo op deze manier. Het moet een beetje lijken weer alsof die plant of die tak wortels heeft gekregen. En dat die is gaan uitlopen. Door de ijzerdraad wat erin zit is het natuurlijk heel makkelijk om hem precies die vorm te geven die jij prettig vindt of die jij mooi vindt. Zo. Eens even kijken of hij nou goed zit. De bloem nog een beetje centraal. Ik wil dat die bloem een beetje aankijkt. Dus die draai ik een beetje bij. Nou, dan heeft hij ook wat bessen gekregen. Dan vind ik het in dit geval weer mooi om wat witte bessen te gebruiken. En die doe ik hier aan de zijkanten om dat stukje heen wat we al hadden zitten. Deze doe ik hier achter. Maar ik zal er ook eentje aan de voorkant doen. Kijk, met die besjes. Je gaat naar zo'n puntje toe. Ik vind dit een mooi punt. Wikkel ik hem er heel eventjes omheen, twee keer. Puntje laat ik eruit steken. En dan heb ik hier het trosje aan dat takje vastgemaakt. Nou, en zo ga je heel even door totdat je denkt van nou, dit is meer dan voldoende. Dit vind ik mooi. Dit punt. Eigenlijk heb je zo een hele grappige boom gemaakt. En die gaan we nog een beetje een persoonlijke touch geven. Op dit moment zijn harten heel erg populair. Ook met de kerst zullen we nog steeds heel veel harten zien. Dus ik heb wat harten gepakt. En dan ga je gewoon op een paar plaatsen waarvan je denkt van dat vind ik mooi, ga je die harten ophangen. Voor de afwerking heb ik hier weer zo'n schaal gepakt. Heel simpel onderbordje, daar kan je ook kaars op zetten. Die zet ik er neer. Om de voet weg te werken, doe ik wat van het mooie grijsmos op. Zo. Eventueel kan je nog een paar besjes erbij leggen voor de finishing touch. En zo heb je een heel leuk stuk voor thuis. Heel origineel, net even anders dan de buren.